goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is maandag 1 april. En vorige week heb ik helaas niks geüpload. Omdat ik gewoon een beetje een soort baalweek had ofzo. Ik had geen zin om mezelf te filmen. Ik had helemaal nergens zin in. Maar ik ben weer terug. Ik zit nu lekker in de tuin. Ik heb net lekker even naar... bij de stad heb ik eventjes een broodje gehaald. Twee broodjes met geelworst. En lekker een kopje ass coffee. Had ik zin in. Mondjes die zitten lekker in de tuin te spelen. En ja, ik ga lekker even lekker lunchen. En dan ga ik daarna gewoon lekker genieten van het lekkere weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Het is woensdag, even kijken welke datum het is. Het is woensdag 3 april. En ik ben net wakker. Ik ben al letterlijk een uurtje wakker. En ik ga zo meteen omkleden. En dan ga ik even naar de stad om ontbijt te halen. Want we hebben niet zo heel veel meer in huis. En dan ga ik even naar de stad. En dan daarna ga ik beginnen aan mijn kamer, helemaal opruimen, alles weggooien wat weg kan. En ja, dat moet ook eigenlijk gebeuren. Dus ik ga jullie meenemen. En dan zie ik jullie zometeen weer op de fiets. Of laat ik mijn outfit of de day zien. Inmiddels heb ik me klaargemaakt. Dit is wat ik aan heb. Deze trui komt van de H&M. Beide tasje komt van de Bershka. Broek komt ook van H&M. Riem komt van de Primark. Schoenen Vans. Ik ben weer onderweg naar huis. Ik heb alles wat ik moest halen. Met wat dingetjes die ik niet eigenlijk nodig had. Maar ja, ook weer wel een hoesje voor mijn mobiel. En ik rijd nu lekker in Delft, gezellig, op de fiets. En ik laat thuis even zien wat ik nou echt daadwerkelijk allemaal heb gekocht. Inmiddels ben ik weer thuis. Het is al een paar uur verder. Alleen ik wil jullie nog wel even laten zien wat ik allemaal heb gekocht in de stad. Het is eigenlijk niet zo heel veel, maar ik had vooral even eten gehaald en drinken gehaald van de stad beneden. Maar ik heb wel dit hele leuke nieuwe telefoonhoesje gekocht voor mijn iPhone. 8 dus. En dit hoesje zit er nu omheen. En die was maar 4 euro bij Kruidvat. En ik vond het minty gewoon leuk. Alleen het matcht totaal niet nu bij mijn outfit. Dus daar moet ik nog even iets op verzinnen. Het is nu inmiddels 5 uur. Ik ga zo eten. Ik weet nog niet wat we gaan eten. En dan ga ik lekker mijn kamer helemaal doen. Gewoon alles weggooien wat weg kan. Eigenlijk een soort van avondje mijn kamer doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Het is donderdag 4 april. En ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik ga zo meteen weg. Ik heb namelijk afgesproken om te gaan lunchen met Kiaar in de stad. En we gaan voor haar een cheesy birthday foto maken. Daar heb ik super veel zin in. Dit is wat ik aan heb. Deze trui van de H&M. Broek H&M met Jolten, weet ik niet. En fans. En ja, ik ga mijn mobiel pakken. En dan... hoe cool is dit trouwens, guys? Matchy, matchy, matchy! Dus ik ga er nu vandoor en ik neem jullie met me mee. Kijk eens met wie ik ben. Kiaar. En Nina. En we gaan nu... We hebben net trouwens een foto gemaakt. Auw, kak! Het gaat wel over die kalo-steen. En Kiara, we hebben net een foto gemaakt voor Kiara de verjaardag morgen. We zijn net naar de markt geweest. We hebben lekker geshopt. Nina heeft een tutu. Een tulen gekocht. We gaan nu lekker eerst ook patatjes halen. Auw. Eerst naar de zeeman en pinnen. En pinnen. En pinnen. En Kiaar, wat gaan we doen daarna? Daarna? Weet ik niet. Oh, gaan. Je moet naar de H&M. Oh ja, voor een broek. En we daarna opgehaald
Dus we gaan lekker shoppen nog steeds. En dan zie ik jullie later weer. Arrivederci. We zijn weer thuis en ik wil jullie wat laten zien wat ik vandaag heb gekocht in de stad. Dat is als eerste dit shirtje van MTV. En deze broek. Mijn nieuwe werkbroek is dit. Superleuk. En dan heb ik hem zeg maar hier. Heb ik details, jongens. Details. Heb ik hele mooie details. En hier ook details. En het staat ook zo leuk met mijn fans. Alleen. I'm pregnant. 9 maanden pregnant. En dan het riempje. Super cute. En de achterkant, guys, is helemaal geweldig. Found. Look at my rug. Over MTV. En ik heb een hele leuke foto. Oh, wow, kijk. En ik heb een hele leuke foto gepost op mijn Instagram. Heb je die nog niet gezien? Ga die zeker nu even liken. Hey. Oké, het is nu 5 over 10. En normaal sluit ik bij deze de vlog af. Maar ik dacht, ik ga er gewoon 1 hele grote weekvlog van maken. Dat is voor jullie lekker kijken. Voor mij is dat maar 1 dag editen. Dus dus morgen, zaterdag en zondag komt ook nog in deze vlog. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 5 april en het is nu rond 11:30 volgens mij uit mijn hoofd. Ik ga zo meteen weg, ik ga zo meteen even boodschappen doen in de stad, even strepsels halen van mijn zus, die is ziek. En vanavond komt Cindy gezellig eten en dan gaan we gewoon lekker chillen, films kijken en gewoon lekker heel veel junkfood eten. Maar dit is mijn outfit, deze trui is van H&M. Oeh, ik hoop niet dat ik met mijn vinger op het geluid zit. De riem is van Primark. Broek is van H&M, die kocht ik gisteren. En schoenen Vans. En ik voel me net zo'n oversized persoon. Maar I love it. Dus ik ga mijn mobiel pakken. En dan... Inmiddels zijn we weer en ik ben met Cindy! Wat? Oh my god. Oké, we zijn nu onderweg naar de Cindy. Vertel het eens, kijkertjes. IKEA! We gaan onze standaard ritueel even uitvoeren. En ik heb trouwens deze hele coole blazer aan. En deze top. En ik heb trouwens vandaag een bestelling geplaatst op ASOS. En dat is super cool, want ik hou van ASOS. Ah! Oké, boeien. Hello, the other side. Dus we gaan lekker even goede dingen kopen voor onszelf. Misschien een panda of zo. Jawel. Dus dat is te doen. We gaan lekker fietsen en ik zie de IKEA al. Dus let's go. Lig in een bed, jongens. Alweer. Heb je die wekker gezien nu? Jezus. Oké, check die wekker. Maar. Kijk, jongens. Ik ga jullie een roomtour geven van mijn appartement hier. Dit is de badkamer. Echt heel leuk. Kijk. Cindy, kom eens. Kijk. Het lijkt wel koud. Ik vind het heel leuk. Echt? Doei, ik ga douchen. Kun je je haar iets wassen? Echt wel. Ik weet niet, maar ik douche altijd zo. Ik heb geen armen. Wacht. Hallo. Ik vind het heel tof. Ook echt een random boekje hier. Nou, enig jongens. Wat is dit? Cindy is alcoholist. Maar ik vind dit... Wow, best wel goedkoop. Maar lief schat, ik vind dit ding, kijk, vind ik heel tof omdat het de bank zeg maar afsluit met de slaapgedeelte zeg maar. Heel tof. Ja, maar dit zijn natuurlijk van die huisjes om te laten zien van hoe het er wel uit als student zijn. Ja. Een kleine ruimte nog best wel veel moet creëren. Maar daarom is dit ding heel handig. Dus dat. Ik vind het niet leuk, maar wel oké. Het heeft heel veel opties, want kijk hier. Kan je bijvoorbeeld allemaal tijdschriften en zo in doen. En hier aan de andere kant kan je leuk je wekkertje ophangen. Top idee!
Welkom in het huis van Jamie. We gaan vandaag een chill doen. Oh, zie je. Volgens mij is de kalender. Wat is dit? Kun je tekenen? En kleuren. Hij kan verven. En vandaag is het tijd om te leren skiën. Singing in de badkuip, lalada, 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 singing in the mirror. Okay, dit is ons IKEA-avontuurtje. Gaan jullie mee? We zijn nog lang niet klaar. We zijn klaar bij de IKEA. Wat hebben we gekocht? Eten! Prinses, taartjes. En wat hebben we nog meer gekocht? Staat op de grond. Cinnamon en wijn. Met geen alcohol. Bijna. Dus we gaan nu lekker naar huis fietsen. En dan gaan we dadelijk lekker The Voice kijken. En we gaan lekker snaaien voor het leven. Hey, gezellig. Daar gingen mijn kaneelbroodjes. Oké, okay, we zitten dus nu in de souterrain. En we hebben lekker een flesje peersop. We zijn The Voice aan het kijken. En ik ben met Cindy. En we hebben Shippy. En ik ga nu lekker deze fles oppompen. En dan gaan we lekker het op het zuipen zetten. Want love perensap! Allee! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 7 april. Het is nu 4:15. En ik heb lekker vandaag de hele dag lekker in het zonnetje gezeten. Ik heb even getent en zo. Kijk even hoe lekker de weer het is vandaag. Ja, jongens. Het is toch top weer. Super lekker weer is het ook buiten. Morgen wordt ook heel lekker weer. Ik ben gisteren trouwens begonnen al aan de vlog die jullie nu zien. Maar een rauwe montage. Dat houdt in dat alles al is geëdit, maar dan nog niet met de speciale effectjes, met muziekjes eronder, emojis, foto's, etcetera, etcetera, etcetera. Dat moet ik allemaal nog erin gaan monteren. Dus dat ga ik zo verder doen. We gaan vanavond ook lekker gado gado eten. Dus daar heb ik wel zin in. En ja, ik zie jullie zo weer. Inmiddels is het alweer een paar uur later. En het is inmiddels alweer donker buiten. Het is inmiddels, even kijken, 9:50. Dus dat is wel heel leuk. Ik heb net de vlog al gemonteerd met muziekjes eronder en alles erbij gedaan. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de video. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken. Want dan krijg jij een melding van Jamie heeft een nieuwe video geüpload. Vergeet me ook zeker niet te volgen op social media. Instagram, Twitter en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie volgende week maandag weer terug op mijn kanaal. Dus tot maandag. Bye.